als je speciale scanningtechniek gebruikt en je gaat er een hele avond rustig voor zitten. Dan vallen sommige dingen opeens heel erg op. Let op. We hebben het bos doorgescand. Nu dan hoofdzakelijk dit soort stukjes. En toen op een gegeven moment viel mij een soort van afwijking op, zeg maar. Net als bij een metaaldetector, hè, hij hem op goud zet en al die dingen meer. Let op. Toen hebben we de zooi doorgescand. Gewoon zo. Oké. Toen hebben we nog een keer zo doorgescand. Hebben we het beeld gedraaid. We zagen niks. Ja, laat dan nog eens tot de helft doorscannen. Dus een andere kant van de pannenkoek. En toen kwamen we erachter. Let op. Hier is hij dus. De verscholen bomkrater. Hier is er dus één ingegaan. En die is behoorlijk diep, want je ziet het aan de zwarte rand, zeg maar. Maar door de camouflage is die eigenlijk gewoon helemaal niet te zien. Maar als je bepaalde technieken gebruikt, is die ook niet te zien. En als je daar heel lang op gaat zitten turen, dan is die heel goed zichtbaar. Aan één kant.